Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer en ik heb jullie heel eventjes iets te vertellen in het begin van deze aflevering. Ik heb afgelopen zondag heb ik een evenement gehad in Rotterdam, dat was Tsunecon. En daardoor ben ik een klein beetje mijn stem kwijtgeraakt, dus daarom moet ik een beetje met een lagere stem gaan praten. Dus mochten jullie afvragen waarom dat ik in één keer zo minder hoog praat, dan is dat de reden. Goed, in de vorige aflevering zijn we de jungle heen gegaan, hebben we heel veel Glorified gehaald. Om dus zeg maar speciale armen te gaan halen. Het enige nadeel is, we hebben nog niet alle ingrediënten daarvoor. De pompoenen zijn zo te zien al goed gegroeid. Dat is alleen maar mooi. Maar wat ik dus heel erg belangrijk vind, is ook dat we wat meer defense hebben. Want we zitten op 54 defense. En ik wil eigenlijk eventjes een beetje reforgen. Dus ik heb heel eventjes mijn geld maar heel even bijgepakt. En dan gaan we maar eens heel even kijken of we even iets een en ander kunnen reforgen. Wat ik heel belangrijk vind, zijn de wings. Dus kijken of we daar defense op kunnen. Kijk, hoppakee, we hebben er al defense op. Oké, nou deze die heeft 3 defense. Deze heeft 2 defense. Deze heeft 1 defense. En deze heeft 3 defense. Nou, deze die zal nog een upgrade krijgen. Dus die heeft echt niet weinig, die heeft weinig nut om die dus zeg maar te gebruiken. Deze is op zich wel heel erg handig. Ik weet niet. Misschien is het wel heel erg handig om. Ik denk dat ik het beste het zo kan laten. En tot ik dus gewoon het hier eventjes bij hou. Ja, dat lijkt me eigenlijk een heel goed idee. En voor de mensen die dus zeg maar niet echt fan zijn van deze lage, diepe stem die ik onze gegertjes nu op dit moment geef, mijn excuses, maar ja, mijn stem ligt waarschijnlijk nog steeds in stukjes in Rotterdam. Mijn excuses daarvoor. Er was trouwens wel iets wat ik eigenlijk wou proberen te laten zien. Want er is dus het een en ander wat ik dus heb geprobeerd. Ja, ik probeer toch wel een beetje een jumpy stem te krijgen hoor. Maak jullie maar geen zorgen. Het blijkt dus heel erg grappig te zijn. Als wij empty bullets gaan kopen. Dat mag wel een beetje zijn. Die zijn nu zo duur. Die zijn nog zelfs goedkoper als de bullets die we eerder hebben gehad. Deze bullets die we dus hier hebben. En wij gaan naar onze party girl. Hier ben ik recentelijk achter gekomen. En ik wil dit zeker met jullie delen. En ik doe dus confetti. Ja, 99 zal wel zat zijn. En ik ga dan naar onze speciale. En, oh, trouwens volgens mij kan deze ook al. Ja hoor. Dan kunnen wij party bullets maken. Ja, party bullets. Ik vond het leuk verzonnen. Oké, zo. Zo dan. Ja, daar doen we het mee. En dan ga ik eventjes de rest heel eventjes in mijn ammo box pleuren. Lekker bakkie pleur. En het leuke van dit is, op het moment dat wij nou gaan schieten. Oh, ik heb nog heel veel crystal bullets. Nice. Dat is alleen maar handig als we dus zeg maar eventueel nog een baas zouden moeten verslaan. Zoals bijvoorbeeld Plantera, die de volgende is die we dus zeg maar zouden moeten gaan verslaan. Maar als ik deze kogels dus schiet, ze doen 12 range damage in tegenstelling tot de 8 range damage die de musketball op dit moment geeft. En ze geven confetti bij impact. Dus ze doen meer schade en ze zien er ook feestelijker uit. Dus daarom wou ik deze zeker eventjes gebruiken. Leek me wel grappig om dat zeker te kunnen doen. Goed, nou, we hebben dus turtle shells nodig, dus we moeten weer richting de jungle. We moeten nog de jungle temple daar vinden. Dus we hebben nog heel erg veel te doen in de jungle. En we moeten dus ook nog terug naar onze locatie, zeg maar. Even kijken, want de jungle die begint hier, denk ik. Of is dit ook al jungle? Lijkt een beetje op jungle. Ik weet dat we hier. Nou ja, we moeten in ieder geval turtle shells hebben. Dus dat is zeker heel erg belangrijk. En die hebben we nog niet één gevonden op wat. Dus we gaan wel weer naar de jungle. Ik heb geen... misschien tot het handig is om een LPV potion voor de zekerheid mee te nemen. Ik zal even kijken of wat wat LPV potions bij me heb. Nou, ondertussen dat ik dat ga doen, wil ik heel even met jullie even over het een en ander even praten. Ik heb wat shine potions, dus die neem ik mee. Ik neem voor de zekerheid ook maar eventjes die splanken mee. Mocht ik nog even wat offscreen farm doen, bij wijze van spreken. Altijd handig. Meer health, meer glorified. We hebben heel veel glorified nodig. En er waren een paar reacties waar ik nou dus in deze video heel even op wil antwoorden. Dat er best wel veel vraag naar was. Een van de meest gestelde vragen die ik dus de laatste tijd eigenlijk heb gekregen is... wanneer komt Hardcore 2.0 van Minecraft? Nou, zoals ik al met comments had beantwoord... Minecraft 2.0 Hardcore zit ontiegelijk veel editwerk in. De foto's moeten bewerkt worden voordat we dus zeg maar alles gaan opnemen. Iedereen die moet kunnen opnemen. Het is eventjes een drukke periode. Dus daar komt een update over. Maar wees daar geduldig mee. Want het kan in de aankomende maanden nog best zijn. Tot het dus zeg maar nog niet aansprakelijk is. En kun jij een megafoon droppen? Echt serieus, ik heb een megafoon. Tuurlijk niet. Kun jij een megafoon droppen? Nee? Jij misschien? Ik denk dat ik hier toch heel eventjes een momentje ga kijken.
of ik daar voor een megafoon kan gaan. Want we hebben nog een megafoon nodig voor een van onze dingen die we dus zeker nog even nodig gaan hebben. Voor onze Ankh Shield, wat dus zeg maar de upgrade is van onze Obsidian Shield die we op dit moment hebben. Verder had ik dus ook nog een vraag of ik een boss rush wou gaan doen ergens op het einde van deze let's play. Dat wil ik zeker doen. Dat lijkt me hartstikke leuk om dat te doen. Dus megafoon, jij geeft er een. Oh, ik zit hier vast. Help! 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 Laat me eruit! Oké, dankjewel. Geef jij eens een megafoon? Nee? Je bent gemeen. Geef jij er dan een? Wil jij er eentje geven? Wil jij er eentje? Nee? Ik weet het, we zouden voor turtle shells gaan en ik ben ondertussen proberen al een megafoon hier voor elkaar te krijgen. Daar word je ook niet vrolijk van. Maar ja, als we er eentje krijgen, dan scheelt dat. Nee, Wipixie dus. Heel wat leuk. Dan zou dat weer heel erg veel schelen. Maar ja, helaas hebben we dus het probleem dat we dus niet geluk aan onze kant hebben. Oké, nou dit is nog definitely geen jungle. Dus ik heb zeker mijn handpistool niet meer bij. Ik heb mijn handpistool niet meer bij me dus. Ik hoop wel een tingemajing. Waar zit je? Daar zit je. Aha, ik heb je wel geraakt, denk ik. Boeit niet. Kom eens hier. Hoi. Hallo. Ik schiet je neer. Ik schiet je neer. Ik schiet je neer. En ik heb je neergeschiet. Yay. Oké, ik heb hier ook mijn banana ranks. Oké, ik wist het wel. Je begint de jungle. Er is behoorlijk hier nog een stuk geonexplored. Dus het kan best zijn dat de dungeon zeg maar daaronder zit. Maar wat ik dus ook heel erg belangrijk vind is om te doen. Voornamelijk dus die dungeon te vinden. De ondergrondse dungeon. Maar wat dus ook heel erg belangrijk is, is dat we genoeg turtles gaan verslaan. En dat we dus zeg maar 3 turtle shells te pakken kunnen krijgen. Dat is zeg maar het volgende armor waar we voor moeten gaan. En ik neem echt ontiegelijk veel schade van jullie. Daar word ik niet vrolijk van. Ga. Goed zo. Braaf. Oké, nou kunnen wij hier... Ah, kijk. Ja, we zien je. Hallo. Hallo. Ga eens dood. Dankjewel. Jij ook. Sterf. Want volgens mij hebben we ook nog een Forest Claw nodig of iets. Of zoals dat heet. Ik voel dat dat ook alweer heette. Dus die moet ik ook sowieso nog eentje vinden. En ja, jij kan een Uzi droppen, maar dat is een rare drop. En we hebben een Mega Shark, dus op zich... Het zou leuk zijn om hem te laten zien, maar ja, als het spel zegt van... Ik kan hem niet geven hoor. Dan ja, moeten we dat maar gewoon accepteren. Nou, we gaan dus ondergronds en oh boy. Jij moet weer vervelend zijn, hè. Auw. Je moet kijken, de schade die je van die beesten krijgt, dat is gewoon verschrikkelijk. Oké, nou, we gaan dus hier gewoon naar beneden graven. Dus dan gaan we gewoon hier naar beneden. En ik zie jullie wel als we dus, zeg maar, behoorlijk goed beneden onder zijn gekomen. Dus, ik zie jullie in een seconde. Laten we het daarop houden. Nog een lijfroet! Uh-oh. En turtles. Drop jij er een? Drop jij er een? Kom op. We zitten nou in de opname weer. Geen knip. En natuurlijk drop je hem niet. Het wordt weer van, echt, het wordt weer zo'n aflevering hoor. Oh boy. Lijfroet de shrine! Nou, eens eventjes kijken. Zitten hier die ferrokloos in die we nodig hebben? Dan hebben we in ieder geval pas één ding wat we hebben. Een boomstick. En honey dispenser. Die hebben we nog niet. Nou, dan kunnen we dus iets van honeyblocks maken of zo. Ik ben wel zo slim geweest dus. En dat bedoel ik dus extreem sarcastisch. Om dus zeg maar te vergeten om mijn geld weer terug te storagen. Dus laten we maar hopen dat alles wel goed gaat lopen. Ik ga heel eventjes verder op onderzoek. Nog een lijfroet! Volgens mij zit het wel genoeg dadelijk om de 100 te gebruiken. En ja, Fiverr, ik gebruik ze zo meteen. Op zich zitten we nou wel goed. We spelen iets voorzichtiger als gisteren. En ik weet het, Fiverr wou eigenlijk niet naar de jungle. Maar er is hier eigenlijk toch de stuff die we allemaal nog moeten vinden. En ik heb geen planken meer. Oh, great. Nee, er is hier nog heel erg veel stuff dat we nog nodig hebben. Wat ons niet gelukt is gisteren. En daarom maak ik er dus zeg maar een soort van montage van. En misschien zit daar een plank in of is dat een... Oh, dat is een mimic. Oh. Ja, die hebben we alleen, hè, cross necklets. Oké, nou, wat doen we, wat doen we? Ik heb best wel veel stuff weer bij me. Ik denk dat ik heel eventjes terug naar huis ga, eventjes wat misplanken vinden. En ja, we hebben nog steeds geen turtle shells, waar ik ook van baal. Maar ik ben ook nog geen Plantera Bobs tegengekomen. En die zouden we eigenlijk nou ook al tegen moeten komen. Want ja, de jungle grows restless.
wil dat zeggen dat we dus zeg maar extra vijanden spannen. Plus, we zijn nog steeds op zoek naar de dungeon. En die hebben we ook nog niet gevonden. Dus veel te vinden. En ja, ik weet dat ik doe het offscreen heel erg veel nou. Mocht er iets spannends gebeuren, dan laat ik jullie dat zeker zien. Maar aangezien dat we gisteren een hele aflevering al toegewijd hebben aan de jungle, wil ik het een beetje sneller proces geven. Dus vandaar. Dus ik zie jullie in een seconde. En voordat we dat doen, ga ik eerst eens even kijken. 465. Gaat goed, gaat goed. Ik zie jullie zo. Oké, ik denk dat ik heel eventjes een kleine aanpassing ga doen. Ik denk dat de Hard Cross Necklace hier terug in ga doen. En de Guard Band of Regeneration, die we ook voor hem hebben gebruikt. Tot ik die samen doe met de Philosopher Stone. Want als ik me niet vergis, kunnen we die samen combineren. En dan kunnen we dus zeg maar provides life regeneration en reduces the cooldown of healing potions. Dat dat iets handiger is dan dat ding wat we nu hebben. Dus het lijkt me wel handig om die bij me te hebben. Dus nou, ik heb ondertussen weer genoeg spelanke potions. Jullie kunnen gewoon weg, want ik gebruik de super potions. En dan hoop ik weer geluk te hebben met de drops van vijanden. Dus ik ga weer terug naar de jungle. Late to the food. Nou, weer een live food. Volgens mij hebben we er nou hoeveel weer? 5? Ik heb er nog 2 nodig. Nou, ik gebruik ze gewoon even alvast. Ja, we hebben er nog maar 2 nodig. Nou, eens kijken. Wat vinden we hier? De 500 health of de tempel of een Plantera Bulb? We zullen het zien. En weer een life fruit. Oké, we zitten dus zeg maar... We hebben heel veel life fruits. We zitten nu geloof ik op de maximale aantal health van het spel. Oké, dus life fruits zijn niet meer belangrijk. Chlorophyte ben ik hier nog steeds aan het meenemen. En nog steeds geen... Oh boy. Een Plantera Bulb. Oh boy. Dit roept een baas op. Dank je even. Dank je. Oké. Fijn dat ik weet dat er hier eentje zit. Dan ga ik nog heel eventjes verder mijnen. Om te kijken of ik nog misschien armor op iets kan improven of zo. Dat zou heel fijn zijn. Ik zie jullie zo. Wel, wel. Kijk eens wat we hier tegenkomen. Zo te zien een dungeon. Nou, dat heeft ook voor eeuwen geduurd. Nou, laten we wel even kijken of we daar een ingang voor kunnen vinden. Oh boy, ik zet de camera seconde weer aan en... Jongens, luister. Dit werkt zo niet, hè? Foei, stout. Dat doen we niet meer, hè? Denk erom. Oké, nou, wat dus de bedoeling is, is we moeten eigenlijk eerst Plantera verslaan, dat sowieso. Maar wat we dus voornamelijk, wat ik zocht, is om dus zeg maar... Ja, deze blokken kunnen we ook niet mijnen. Dus zit vol met traps ook. Maar ik zocht dus voornamelijk naar dus turtle shells of Plantera bulbs. Nou, die Plantera bulbs die zitten allemaal op lava niveau, dus... En ik zit er toch liever eigenlijk bij met een arena bij te bouwen. Maar ik ga zeker een... Ik ga zeker ervoor zorgen dat we dus zeg maar Plantera in deze aflevering gaan verslaan. Dus dat zeker. Maar het was dus heel erg belangrijk om dus zeg maar de dungeon ook te vinden. Waar dat die hier ondergronds verstopt zat. En ondertussen heb ik ook heel veel Glorified weer gemined natuurlijk. Omdat er meerdere armors te halen zijn van Glorified. Dus wat ik van plan ben om te gaan doen is... ik mijn hier nog heel eventjes een beetje om de dungeon heen. Dan gaan we terug naar basis. Dan ga ik ervoor zorgen dat we genoeg stuff bij ons hebben. Om dus zeg maar een decent... Mag ik hier? Alsjeblieft, dank je. Om dus zeg maar een decent arena eventjes omheen te maken. Om zo'n Plantera bol dinges. En dan gaan we dus gewoon Plantera verslaan. Dat lijkt mij eigenlijk best wel het leukste om dat eigenlijk te doen. Dan zal ik daarna gewoon de aflevering gaan afsluiten. En hopelijk dan mag gaan farmen voor vijanden. En hopelijk dat we die vijanden snel droppen wat we nodig hebben. Oké, is eentje mimic van jullie. Holy snijtjes. Nee, allebei. Hey! Weg. Baas erop. Oké, waterwalking. Random teleportation potion. Altijd leuk om dat een keertje te doen. Deze heb ik nodig voor de arena. De rest hebben we niet nodig. Dus ja, zonder enig oponthoud. Ik zie jullie dan in een seconde wanneer dat ik verder klaar ben voor een update te geven. Dus tot zo! Serieus, spel? Oh mijn... Oh!
Echt! Een turtle shell is niet zo rare, maar ik kan wel een turtle banner krijgen, maar het is geen turtle shell. Oh mijn god, spel serieus. Let's play vloek, bullshit, stinks. Oh, echt. Goed, maakt niet uit. Maakt niet uit. We hebben een arena hier. Het is een beetje een kleine arena, maar we moeten het er maar mee doen. We gaan namelijk Plantera bevechten en we worden hier echt belaagd. Echt, ik heb nog nooit zoveel vijanden gezien. Dit is gewoon ridiculous. Ik heb hier meer problemen mee als met die challenge die ik heb, die ik aan het oefenen ben. Dit is gewoon... Wat is dit? Wat is dat? Holy sh! Oh, ik heb niks gezegd, spel. Ik hou van je. Oh, we hebben de keymon van de jungle. Oké, nou, zonder enig oponthoud, ik ga mijn geluk niet uitproberen. We gaan gewoon boom. Plantera has been awoken. Oké, Plantera, van waar kom je? Oh, je bent er al. Hi, Plantera. Oké, Nimbus, Nimbus. 1, 2, go. Oké, en tijd om aan te vallen. Dit is Plantera. Plantera is de jungle boss. Kan alleen maar ondergronds gevochten worden in een jungle. Buiten een andere biome is het super snel. Ze zal proberen... Ja, ik noem het een ze, want misschien omdat de kleuren zo zijn. Mijn excuses als ik iemand daarmee beledig. Maar ze zal dus proberen met spikeballs, met verschillende torens. Zal ze dus proberen jou aan te vallen. Dus de beste aanvalstactiek die ik voor jullie heb is cirkel eromheen. Gooi een nimbusrotje neer als je daar de kans voor hebt. En ja, probeer zo snel mogelijk de schade te doen. Tot de tweede vorm dat is. En dat komen we nu dus zo. Oh, spikeballs, ontwijk ze! Oh, we hebben gewoon een jungle keymold. Ik ben zo blij. Nogmaals, een keymold. Oh, daar hebben we die tweede vorm waar ik het over had. De tweede vorm, dan is hij dus een stuk sneller. En die handjes die doen best wel veel pijn, dus daar willen we zeker voor uitkijken. Nimbus is dus heel erg handig om zo snel mogelijk die kleine handjes uit te schakelen. Nimbus is uitgewerkt, zie ik nou. Daar ben ik niet blij om. Oké, en daar gaan we weer. Tot nu toe gaat het nog lekker. Nee, echt, je wil niet weten hoeveel dat er wel niet offscreen is gefarmd. En we hebben nog geen één turtle shell te pakken gekregen voor het ultimate armor, zeg maar, voor de melee class. Waar we dus die gekke dingen voor nodig hebben. Maar ja, maakt niet uit. We hebben in ieder geval Plantera gevonden. En tot nu toe gaat het nog lekker. En Plantera is verslagen. Screams are echoing from the dungeon. Ja, nou dat we dus zeg maar Plantera hebben verslagen. Ik hoor een heleboel vijanden aan de onderkant. Nee. Alsnog raken, hè. Alsnog doen, hè. Stout plant, stout, echt. Nee. Niet lief. Oké, nou, er is nog één Plantera Bob die we dus hebben gevonden al. En, oh, die is heel dichtbij gespant al. Oké, zullen we een tweede pakken? Zullen we voor een tweede gaan? Ik heb mijn buffs nog. 11. Here we go! Oh! Spannen gaan gewoon naar zomer hier al zonder mijn toestemming. Het lef van die plantjes tegenwoordig, zeg. Ai, wil jij ook heel even het spel uitgaan, dankjewel. Dit is een wedstrijd. Dit is een battle tussen plant en mij. Oké, nou, en jij probeert mij te schieten. Dat lukt je niet, want ik ben veel te snel voor jou. Ik heb heel veel skills en movement. En jij zit daar met je Vileton grappling hook te spelen. En blijft lekker onder mijn Nimbus rotje hangen. Ik geef je groot gelijk. Oké. Het nadeel is, we moeten Plantera dus diverse malen verslaan. Sowieso heeft hij heel veel goede drops. En zoals we daar al zien is Gamma. Dat zeg ik. Gamma. De cyborg. Oh, echt serieus. We maken gewoon reclame voor een bouwmarkt, omdat er toevallig een naam van een bouwmarkt bij je komt. Waarom ook niet? Maar ja, we moeten dus diverse malen, omdat we hebben dus verschillende temple keys nodig. Alleen al om die keys te maken, zeg maar, die dus zeg maar van die speciale kistjes in de... Oh boy. Tweede voorjaar zie je al. Oké. En neem het rot. 1, 2. Het zou fijn zijn dat ik geen... Oh boy. Waar is mijn... Daar is hij. Oké. Veel help, helpt heel goed. En ik hoor heel veel kling. Dit is niet zo goed. Oh boy. Help. Help. Oké, ik heb hem. Oké. Ik neem best wel veel schade nu. Daar ben ik minder enthousiast over. Oh. Foei.
Lentaar. Oh boy, ik heb nog maar 100. Oh boy, ik heb nog maar 100. Oh, 75. Oh nee, 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 nee. Sterf alsjeblieft, sterf alsjeblieft, sterf alsjeblieft, sterf alsjeblieft. Oké, okay, ik zie hier alles naar beneden vallen. Oké, okay, we hebben weer een grenade launcher. Oké. Okay. Nou, die andere bal die kan het van mij eventjes bekijken. We hebben hier een arena voor Planteras. Mochten we er nog een paar vinden, ik ga naar huis. We hebben één grenade launcher. 65. Ja, ik denk dat ik hem twee keer heb. We hebben een trofee. Nee, we hebben twee grenade launcher van hem gekregen. Damage the axe. Oké. Okay. Die heb ik nog nooit gehad. Het is een hamer en een axe. Wow, dat gaat wel heel erg snel. Dat was niet de bedoeling dat ik daar deed. Oké. Okay. Die heb ik nog nooit gezien. Apart. Klinkt hij beter als hij niet damaged is misschien? Ik zal maar eens kijken of ik hem kan reforgen. Lijkt me wel leuk. Laten we even kijken. Ik heb deze nog nooit gezien, dus oké, okay, reforgen. Pointy, maakt niet uit. Klinkt hij nou beter? Jeetje, wel een herrie kwam er vanaf. Heb jij nog iets boeiends te verkopen trouwens? Arcane Rule Wall. Nee, je hebt niks boeiends, oké. Okay. Goed. Dus. Juist. Laten we eens even kijken. Nee, even uit. Klinkt voor geen meter, maar goed. Ik heb hem nog nooit gehad, heel eerlijk gezegd. Dus ik zou het echt niet weten. Nou, een grenade launcher hebben we een leuke. Ik zie een default en ook nog een default. We hebben twee temple keys. We hebben één jungle key. Oh mijn god. Ik was echt boos. Ik denk, ik geef het heel eerlijk toe. Ik was echt boos. Die banner, hier. Zo rare is het niet. Zo'n turtle shell. En het spel wil het gewoon niet geven. Maar wel de banner die 0,5% heeft. Maar daarna kregen we wel gelijk een jungle multi met 0,04% heeft. Dat wel 1 op de 2500. Oh, ik ben zo blij. Ik ben een blij konijntje. Een blij konijntje. En Fiver wordt nu vrolijk. En vrij. Ik weet niet wat ik allemaal zeg, jongens. Ik weet echt allemaal niet meer. Ik praat onzin. Ik weet het, jongens. Mijn excuses. Nou, ik ga heel eventjes snel offscreen. Heel eventjes mijn inventory kleren. En ik zie jullie zoals altijd in een seconde. Oké, hier hebben we dus eindelijk Gamma gevonden. Gamma de cyborg, die dus zeg maar erbij was gekomen. En die komt dus zeg maar op het moment dat je een grenade launcher vindt. Of iets zeg maar wat explosieven zeg maar kan afvuren. Ik heb hem in mijn kist gedaan van aparte wapens. Dat leek me wel zo leuk. Dus no value. FTO man, weet je hoe belangrijk dat die dingen wel niet zijn. Maar ik heb hier toch nog wel een paar dingen die ik nou kan verkopen. Dus dan doen we daar ook gelijk. Hij verkoopt dus zeg maar een mine launcher, die schiet dus zeg maar die mines en rockets. Zal niet blokjes breken, maar als je er dicht op staat, kan je dat best wel pijnlijk en duur komen te staan. Nou, Plantera die heeft ook nog verder... Ja, ik weet niet wat ik hiermee moet, jongens. Ik zie wel... Ik wil deze. Die wil ik even hier hebben. Dat is de Plantera trofee, dus dan hebben we al vier mooie trofees te pakken gekregen. Ik denk dat ik deze even in de kist doe. Ik ben niet van plan om hem te gaan gebruiken. Het is wel leuk om zo'n hamer... ik weet niet. Superior Pwn Hammer. 100% Hammer Power. Hammer Time. Ja, ik kan hem wel gebruiken dan. Maar hij maakt zo'n herrie. Hij is wel snel. Even kijken. Very Strong, Average Speed, Fast Speed. Ja, ik denk dat ik mijn hammer gewoon er dan uit doe. Ik denk dat ik het daar gewoon bij hou. Dus dan ga ik nog heel eventjes langs de cyborg. En dan zeg ik, hey cyborgie! Hey mafkees! Hier, koop mijn hamer. Doe er iets leuks mee. Koop er iets voor van die jong, weet ik veel. Doe er iets leuks mee. Ga hameren. Maar, ik bedoel, je bent een gamma. En daar doe je iets met hamers. Ik voel. Dus, ja, we houden het daar gewoon heel eventjes bij. Nou, de key mold. Ja, we zouden twee keys al kunnen maken. Maar ik wil toch eerst eventjes een bezoekje brengen aan de dungeon. Maar toch wil ik eerst ook offscreen eventjes gaan farmen voor de turtle shells en alles. Al is er daar volgens mij één armor dat we kunnen maken. Dus wat ik eerst even wil doen is ik wil even mijn plaats in een coin hebben. Want op het moment dat je Plantera verslaat. Mits ik me niet vergis. Ik ga heel even kijken hoeveel glorified ik heb. Resources. We hebben 40 bars hier. 445. Zo de hel. Oeh, dat is veel. Maar volgens mij heb ik niet genoeg mushrooms. Volgens mij heb ik niet genoeg glowing mushrooms.
Ik wil glowing mushroom. Potion ingrediënten. 535. Oh, misschien. Eerst even glorified bars maken hoor. Even kijken. We zetten deze. En dan glorified. 75. Dus we hebben meer dan 100. Nou was er een request geweest of ik misschien zeg maar of het nodig zou zijn. Want ik weet, je kunt farms maken van glorified. Glorified farms die maak je dus zeg maar. Glorified is een groeiende oor. En dan moet je dus zeg maar. Volgens mij moet je dat in mod doen. En dan groeit het zeg maar. Als je dat zeg maar één blokje zou plaatsen. Of één oor. Nou is mijn issue dat ik daarmee heb. Op het moment dat ik dus zeg maar van plan zou zijn. Om glorified armen te maken. Of een glorified farm. Wij hebben een large world gekozen. En dat werkt soms nog wel eens in ons nadeel. Want we hebben nou eindelijk de dungeon gevonden waar ik heel erg blij mee ben. Wat best wel lang geduurd heeft. Maar ja, het nadeel is met glorified. Het voordeel met de large world is je vindt behoorlijk veel. Dus we hoeven geen farmen voor te maken. Ik kan wel laten zien hoe dat je een farm maakt. Maar ja, ik zal wel laten zien hoe dat zo'n farm eigenlijk een beetje werkt. Maar daar houdt het dan wel bij op. Dus hou daar wel rekening mee. En kan ik hier juist... Dus even kijken, want ik kan heel veel mushrooms hier farmen. Ta-da-da-da-da. Oh, hij loopt naar beneden. Dat moet hij weten. Oké, nou, ik neem hier ook even alles mee. Moonwalking! Zie mij moon... Ik weet ook niet waarom dat ik het doe, maar ik moonwalk. Oké, we hebben heel veel van die mushrooms. Wat we van hem willen kopen namelijk, is als we bij onze shop gaan... Hij verkoopt alleen maar op het moment dat je de Plantera heb verslagen, verkoopt hij de Auto Hammer. En die kost 1 platinum. En mijn platinum heb ik bij me. Dus die kunnen we nou kopen. Die moeten we ergens neerleggen. Ik denk dat ik die gewoon in zijn huis plaats daar. En wat het doet, het maakt shroomite. Dus daar heb je glorified voor nodig. En glowing mushrooms. En dan krijg je de shroomite. Even kijken, hoeveel seeds hebben we? We hebben 5 seeds, we hebben best wel veel gekregen. Hij koopt ook zeg maar Dark Blue Solution. En dat is dus zeg maar dat... dat zorgt ervoor dat je dus zeg maar met de Clemsinator, dat ding van 2 platinum coins. Ja, echt een belachelijk duur ding. Tot je daar dus zeg maar... tot je overal zeg maar een mushroom biome zou kunnen maken. Nou, ik denk dat ik heel eventjes dit snel ga maken hier. Ik weet niet precies hoeveel ik nodig heb. Dat is wel een nadeel. Dus ik denk dat ik iets van 60 ga maken, als ik dat kan. Dus ik plaats hem mooi hier, zoals we zien. Shroomite bars. We hebben veel voor nodig, dus 60. Oh. Ik heb nog niet eens genoeg, zien jullie daar. Ik heb 46. Oké, ik wou de 60 hebben. En dat zullen we ook zeker doen. Dus jongens, heel eventjes de oren dicht, want ik moet een hele erg... hier gebruik ik gewoon pickaxe voor. Hoppakee. Ik krijg hem ook mushrooms voor. Het gaat er gewoon om dat we dus één van de... Ultimate Armors alvast hebben. En ik dacht dat we dus de Beetle Armor zouden kunnen hebben. Maar de eerste die we dus zeg maar te pakken gaan krijgen is dus de Ranger. Dus ja, daar moeten we het maar helaas even mee doen. Aangezien dat de Turtles niet zo vriendelijk zijn om hun Turtles zelfs te droppen. Nogmaals, ze zijn geen rare enemy. Ze zijn geen rare drop. Is gewoon een normale drop. Ik geloof 20% kans op een Turtle Shell of zoiets. 1 op de 5 dus. En ik krijg dat geluk. Ik krijg het geluk weer dat het dus zeg maar weer tegen me werkt. Maar dat maakt niet uit. Want we hebben op zich al een jungle mod. En daar moet ik al heel erg blij mee zijn. Goed. Nou, kan ik er weer even een paar maken. 14. Nou, weet je waar? We doen het gewoon daarmee. Eens kijken hoe ver dat we daarmee kunnen komen. Want met shroomite kunnen we dus het een en ander maken. Zoals ik jullie al dus heb verteld. Eens even kijken. Met shroomite kunnen wij dus zeg maar de digging claws maken. Shroomite leggings, shroomite breastplate en 3 verschillende helmpjes. Nou, normaal gesproken zou 3 verschillende helmpjes uitleggen van... ik zal het eventjes op deze manier doen. Zou het dus zeg maar zeggen van de 3 verschillende helmpjes. Wat gebruik je het meest? Of heb je dus melee, range en magie? Bij shroomite werkt dat totaal verschillend. En ik weet dat ik binnen hier nou alleen maar uitleg aan het geven. Ze geven alle 3 11 defense. Maar zoals je dus ziet, eentje die geeft arrow damage... bullet damage en increased rocket damage. Nou, voor deze playthrough heb ik er al eentje gemaakt. Dat was niet mijn bedoeling. Gaan we voor arrow damage blijkbaar. Ik wou eigenlijk voor arrow of voor ammo gaan, maar dat maakt niet uit. Breastplate moeten we dus eentje hebben. Die geeft 13% increased range critical strike chance. 20% om niet ammo te gebruiken. En dan wil ik dus zeg maar de leggings nog een heel eventjes bijmaken. En dat zorg ik ervoor dat wij dus zeg maar...
ook nog eens een keer extra. Maar dit is dus speciaal voor de pijlen. En die wou ik dus niet maken. Dus ik maak hier een hele domme fout. Maar dat maak ik op screen wel even goed. Tot we dus zeg maar... ik zal laten zien hoe dat eruit ziet trouwens. Zo. We zijn onzichtbaar. Daar komt het eigenlijk praktisch op neer. Ik weet niet of dat trouwens bij alles... Ja, het werkt wel bij alles. Namelijk op het moment dat je dit alle drie draagt... 13% range critical strike chance. Not moving puts your stealth. Increase raised abilities and reducing chance for enemies to target you. Dit betekent op het moment dat wij dus stilstaan. De arrows doen 99 range damage. Als we bewegen zal dat een stuk minder zijn. Critical chance gaat omhoog. Is precies hetzelfde met de Mega Shark. We doen dus zeg maar 15 meer damage. Alleen maar door stil te staan. Dus zeker een heel erg handig ietsje. Nou, dus dat wil zeggen dat we de Frost Helmet niet meer nodig gaan hebben. Dus die gaan we heel erg netjes weer hier bij onze flashback huis neerhangen. Was zeker handig. Zoals je ziet, we zitten nou ook op 63 defense. Wat zeker heel erg fijn is. En wat ik nou dus heel eventjes ga doen is... Ik ga heel eventjes offscreen eventjes een bordje pakken. En richting de Wall of Awesome Comments. Hoe ver is eigenlijk onze Shroom Biome daaronder? Bijna compleet. Nice. Oké, nee, dat is alleen maar decent. Dus ik zie jullie in een seconde. Waar ben ik dan? Hiero! Ik vind het grappig. Ik vind het grappig. Je wordt gewoon helemaal onzichtbaar. Ik vind het grappig. Goed, nou, de comment van aflevering 24 komt van Sebastian Koning. Sebastian, heel erg bedankt. Je had geschreven. Ik heb je wel een high five gegeven, maar dan tegen het beeldscherm van mijn telefoon. Ik heb niet te hard gedaan, hoor. Maar, toch een leuke video. Ja, ik had gezegd ergens in een video, ik geloof, ja, aflevering 24 zal het dan wel zijn geweest. Had ik dus gezegd, high five, iemand? Dus, Sebastian, heel erg bedankt. Nogmaals, high five. Zag je zeker de telefoon? Helemaal geweldig. Dankjewel voor deze leuke reactie. Je staat op de Wall of Awesome Comments. Bedankt voor de support. Jullie allemaal bedankt voor de support. Sorry dat deze aflevering laat geüpload werd. Maar ja, het probleem is... ik heb het evenement gehad. Mijn stem die was nogal flink naar zo'n grootje. Dus ik kon gisteren helaas niet opnemen. Dus ik moest het gisteren toch nog een beetje rustiger aandoen. Vandaag is het wat beter gegaan. Dus morgen neem ik weer opnieuw op. Dus morgen komt hij ook iets later dan gewoonlijk. Mijn excuses daarvoor. Maar ja, druk. Ik kan er helaas niks aan doen. Ik probeer wel de video's iedere dag zeg maar te uploaden. Dus is hij wat later. Mijn excuses. Ik hoop weer snel in dat vaste ritme van 1 uur 's middags te komen. Maar Terraria die is nogal gemeen tegen mij. Dus ik moet nogal veel offscreen doen. Dus ja, laten we het daar maar op houden. Maar goed, zonder even dat hele geboren van opnemen en bewerken. Heb je een leukste momentje van deze video? Of heb je nog vragen over deze video aflevering? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, misschien wordt jouw reactie wel gekozen voor de Awesome Wall of Comments. Misschien voor het nieuwe huisje. Ik denk dat we hier nog 1 comment kwijt kunnen. Dus ja, laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen natuurlijk allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Terraria. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie allemaal morgen bij de volgende aflevering. Doei!